Zijn jullie alleen maar aan het werk in de huis of zijn er soms ook andere mensen aan het werk in die huis? Je bedoelt je van andere bedrijven? Ja. Ja, dat gebeurt wel eens, loodgieters of schrijnwerkers. En zijn dan die klanten zelf thuis of? Soms ja, soms niet. Meestal niet, hè? Nee. Dat is... Nee, eigenlijk gewoon in de show gaan kijken. Ja, maar dat ga ik niet doen, hè? Nee, dat, ik ken het, je kunt dat, maar dat doet het niet, hè? Nee, tuurlijk niet. Je moet dat dan nog maar eens één keer betrappen, maat. Ja, stel voor je dus al schuif op en is in de camera op je gericht. Ja. In die schuif, hè. I am Groot. I am Groot. Deze past. Ja, daarom juist. Er was iemand aan mijn deur die wou zaken doen. Zaken doen? Snoep ophalen zeker? Nee. mijn stenen van op mijn oprit, die zijn nog wel redelijk groen. En die heeft dat gezien en die had gevraagd dat hem voor een goede prijs zou proper willen maken. Heb jij ja gezegd of hè? Ik zei nee, ik ga dat moeten bespreken met mijn moeder. Maar die was Engels aan het praten, maat. Nee. Dus krijg je blauwe stenen. Stel dat voor. Of ik heb geen stenen meer. Wow. Voor mensen glijden. Ja, ik zie hem. Zit je? Voor ons. Ja, just, dat is mijn bal weer. Ik heb geen wapens, gest, dat is echt niks die twee keer. Ik heb wel een lange pakje gest. Reed is een wat toch? Nee. Dat is aan de andere kant. Ik weet niet wat ik allemaal doen ben hier, maar oké. Okay. Is naar beneden gesprongen? Ja, ik ben even aan het healen, man. Ik heb 20 HP. Lekker. Ja, Dim. Maat, wat dacht je die wel even niet, joh? Hey, ik ben bouwen, hey. Ik speel misschien op de computer, maar ik kan bouwen, ze maat. Nu waren wij gewoon brak, maat. We waren ook brak, maar ja. Morgen ook thuis, of van? Ja, overmorgen nog. Wat? Overmorgen ook? Ja. De love of van? Ja. Nee, ja, dat niks weet, hè. Maar die, dat is ons bedrijf, man. Die pakken altijd zo'n feestdag van ergens anders, pakken die weg. Ja, pakken die. Ah, en dan verplaatsen ze die. Ja, volgende week is er normaal ook een feestdag, maar die pakken jullie dan niet. Ja, waarschijnlijk krijgen wij die niet dan. Ik hoor hier een auto achter ons. Twee. Ja, is dat een nieuw wapen, ja? Eentje down. Lekker, GG. Ha ha.
Ik zag die OPS achter ons, maat. Ik dacht, fuck. Ja, dat is duidelijk, ik mee. Ik heb een bazooka's. Ik heb twee bazooka's. Maar dat is wel spijtig, man. Het zijn niet meer de bazooka's die in de eerste Fortnite ja, waren. Ja, man. Die zijn ook die dingen, die rocket launchers. Ja, rocket, die grenade launchers. Ja, ik zei het dat deze is echt niet meer overpowered, man. Nee, er is niet echt veel meer aan. Daar is ook, ah daar. 65, one shot. Ja, we zitten er van achter. Dat was niet goed. Er ook mensen, hier, twee mensen daar. Correct. Vieze nou. Dat is wel even spanning dan. Heb je toevallig nog bazooka kogels? Ja. Het zal er wel genoeg zijn. Ja. Mensen die terugkomen, ja. Correct. Ik weet nog niet of ik daar met deze wapen ga raken, maar... Oh ja, ik raak daar. Oh ja, 90 shield. Oh my god, kijk, dit is waar geest. Een klein beetje dichter, dan ga ik nog iets net iets verder. Amai, dit is een zwaar gepeerd, jong. We liggen beneden zo'n... Lekker, GG. Nou, ik denk dat die laatste daarin zit, denk ik, hè? Ik weet het niet. Oh nee, nee, er zit er iemand achter. Het is 2 tegen 1, ja, bro. Ja, hij zit erachter, hij zit erachter. Ja, ik had hem net nog gezien. Heb je nog bazooka? Nee. GG. GG's. That's what we're talking about.